Bent u zo'n family koekoe? Dat geloof ik wel. Goed, dan zullen we de band starten. U hoort het dus op de koptelefoon. Frans, dan gaan we. Er is maar één koekoek in het land. En daar ben ik toevallig zelf. Er is maar één koekoek in het land. Hé, mee doe. Stop maar, dat geeft niet. Dat is niet in Amerika goed. Dan kan het, mag het misschien een keer over. Want ik geloof dat ik wat in de keel aan een kikker of zo. Dames en heren, dit is typisch de heer Koekoek. Kritisch voor anderen, maar zeker ook kritisch voor zichzelf. In deze uitzending voor de Boerenpartij vanuit deze geluidsopnamestudio willen we laten zien dat onze fractieleider het niet laat bij woorden in de Tweede Kamer alleen, maar dat hij ook wat doet om de problemen van ons volk op te lossen. Ja. En dat doet hij op dit moment met het maken van zijn tweede grammofoonplaat. Meneer Koekoek, wat mij speciaal interesseert is, hoe bent u nu in de platenbusiness terechtgekomen? Nou, dat is dus zo gekomen dat de eerste keer de beste. Toen kwam dus bij mij meneer vader Abraham. Dat bent u dus. En toen hebben we voor mij toen gezongen. Daar heb ik ook erg van noten. Van meneer de Nul, die in de olie was. Weet u dan, dat weet u natuurlijk nog wel. Nou, en toen zei u, en dat vond ik heel erg grappig. Toen zei u dat... wat zei u toen ook weer? Boer, wat zeg je van mijn kraker... Boer, wat zeg je van mijn hit? Ja. En toen zei ik, nou, mijn klomp zal breken als daar geen geld in zit. En dat is dus wel waarschijnlijk ook wel zeker zo. En daarom heb ik dus nou ook een LP ben ik van plan te gaan maken... met allemaal politici erop. Samen met de heer Wiegel ga ik Wiegeliedjes opnemen. En met Vredeling ga ik Tinnen Soldaatjes opnemen. En ga ik opnemen met Andries... dat bekende liedje van Voekenpotterij, geef me een stemmetje, anders gaan we voorbij... Dat is altijd een heel mooi liedje geweest, zal nog wel een mooi liedje zijn. En dan ga ik opnemen met Lunds. Ik ben met Natootje naar de botermarkt gegaan. En ga een mooie hoes maken en die heet dan, de LP gaat dan heten... Boer Koekoek en de Zeven Eitjes. En zo, dames en heren, heeft de commercie zijn intree gedaan in de politiek. Ja, kijk, de partijkas mag natuurlijk best eens gespekt worden. En de slaapkamer moet natuurlijk ook een verfje hebben, moet gewit worden... en het bakhuis moet geschilderd worden... En dat, maar dat is natuurlijk bijzaak, hoofdzaak is dat het weer werkgelegenheid geeft voor de winterschilder. Dat is ook de reden waarom ik dus eigenlijk deze plaat heb gemaakt. Ter bestrijding van de werkeloosheid en de coloradekever. Meneer Koekoek, maar waarom deze tweede plaat? Nou, dat zit dus eigenlijk zo. Ik heb daar tegen vader Abraham heb ik dat toen zo gezegd. Dat bent u dus. Ik heb toen dus gezegd, voor wat hoort wat. En dat we nou ook eens een plaat moeten gaan maken voor de Boerenpartij. En dat vond ik erg mooi van u, want toen zei u... Ja. Wat zei u ook weer? Ik zei ja. Ja. En deze plaat is dus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in april. Daar willen wij goed uit de bus komen en dan willen wij proberen om maar zoveel mogelijk leden erbij te krijgen. Maar dat is natuurlijk bijzaak, hoofdzaak is het scheppen van werkgelegenheid. En als wij veel leden erbij krijgen, dan kunnen wij aanstellen een administrateur. En wij kijken ook uit op langere termijn vooruit naar de Kamerverkiezingen. Want als de Boerenpartij uit de Tweede Kamer zou verdwijnen, dan was er weer een werkeloze bij. En dat ben ik toevallig zelf. Ja, ja, laten we dan maar gauw gaan zingen om dat te kunnen voorkomen, hè, meneer Koekoek? Zo, ja, krak. 1, 2, 3, vooruit met de geit. Er is maar één koekoek in het land. En dan ben ik toevallig zelf. Er is maar één koekoek in het land. Op 1 miljoen of 11. Koekoek, 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 koekoek. Maar één koekoek. En dan ben ik toevallig zelf. Ik kan hooien, hij kan hooien. Ik kan roeien, hij kan roeien. Ik kan werken met de ploeg en met de hamer. Ik kan melken in de stal en in de kamer. En naast al die goeie dingen blijkt hij ook te kunnen zingen. Wat kan een kiezer nou liever wensen? Dat binnen nog leuke dingen voor de mensen. Er is maar één koekoek in dit land. En dan ben ik toevallig zelf. Er is maar één koekoek in dit land. Op 1 miljoen of 11. Koek, 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 koek. Maar één koekoek. En dan ben ik toevallig zelf.
wel dooien. Kan niet dooien. Vindt ze net zo trutterig als liberalen. Krak. En dan zweeg ik nog maar van de radicalen. Krak. En nu blijkt dat ik al die dingen ook voor vondeling kan zingen. Wat kan ik kiezen nou nog, lieve mensen? Daar vinden nog leuke dingen voor de mensen. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. Op 1 miljoen of 11. Koek, 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 koek. Maar één ene koekoek. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik toevallig zelf. Er is maar één ene koekoek in het land. En dat ben ik.